klant gebruiken van Traps. En niet alleen Traps in de zin van een product, maar je hebt ook nog eens een keer managed afgenomen bij Ontwit. En wat bleek, je bent de eerste internationaal wereldwijd die een Traps managed klant is bij Palo Alto Networks via Ontwit. En dat is een heel mooi moment. Maar wat dan ook heel leuk om te horen is nu het gebruik van hoe ervaar je het nu momenteel in de praktijk? Ja. Nou, onze ervaringen tot nu toe zijn goed. Traps hebben eerst in instantie een hele tijd in listening mode gedraaid, zodat alle executables die er binnen onze organisatie zijn, en dat zijn er in de zorg natuurlijk nogal wat, zodat die eerst gecheckt konden worden bij de Wildfire Cloud. Ja. Op het moment dat die gecheckt zijn en veilig bevonden zijn, op dat moment zijn ze vrijgegeven voor Traps en dan worden die dingen niet geblokkeerd. Nu worden die dingen natuurlijk sowieso niet geblokkeerd op het moment dat jij in listening mode staat. Maar de reden dat je dus zo'n 2-3 maanden in listening mode draait is dat zodra je overgaat op de protective mode, dat dingen wel geblokkeerd kunnen worden, dat dan niet je gebruikelijke applicaties geblokkeerd worden. Dus dat hebben we 2-3 maanden gedaan. Er zijn natuurlijk een aantal dingen uit naar voren gekomen. Voor een klein aantal applicaties moesten we wat uitzonderingen maken. Die maak je dan heel specifiek voor die applicatie op een hele bepaalde exploit. En voor de rest ging dat heel goed. Het mooie vind ik dat Traps niet alleen een op zich staand product is. Tenminste, zo zie ik het. Ik zie juist de meerwaarde ervan in combinatie met een Palo Alto firewall op de edge. Zodat je zowel dingen kan detecteren die er op de endpoint plaatsvinden. En ook gelijktijdig mogelijk op de edge plaatsvinden. Dus die correlatie tussen wat er op je edge gebeurt en wat er op je endpoint gebeurt. Die correlatie is belangrijk voor ons. En daarom is het handig om dat dus ergens managed te laten collereren met elkaar. En die logging collereren jullie voor ons. Ja. Nou, dat is goed om te horen. Dus je bent, als ik het zo beluister, ben je tevreden? Ja, zeker. Nee, we zijn tevreden over de dienstverlening. Dus op het moment dat er dingen gedetecteerd worden, worden we daarover geïnformeerd op een actieve wijze. Hè. Dat is ook wat de wet en regel heeft tegenwoordig van je verlangt. Je moet inzicht hebben in wat er in je netwerk gebeurt. Wij worden 24/7 op de hoogte gesteld. We hebben samen met jullie een aantal prioriteiten opgesteld. Van dit is een prio 1 incident, dit is een prio 2 incident, dit is een prio 3 incident. Ja, daarom worden we dus 24/7 op de hoogte gebracht. En dat is voor ons heel belangrijk. Ja, nou, hartstikke goed om te horen. Ik denk dat we dan een prachtige mooie toekomst in het vooruitzicht hebben. En ik zou zeggen, laten we er even een op proosten. Een gezond glaasje water. Pieter, proost.